since we've been here, the fans have been very nice to us, and we're so happy with the support that we have in Holland. We didn't expect to have any fans at the airport, obviously, because we haven't released anything over here. So it's massively strange, but it's very flattering as well. Sinds hun deelname aan X Factor in 2010 staat het leven van de vijf teenagers op zijn kop. Ze sleepte een platencontract in de wacht van maar liefst 2 miljoen euro en ze scoorde een dikke nummer 1 hit. The job involves a lot of travel and we like seeing the world. It's great. Yeah, we've done 4 countries in just 4 days. We've been to Sweden, been to Milan, Munich and here to Amsterdam. So they're cities, mate, not countries. So very much. Vandaag is onze hoofdstad aan de beurt. Het hart van deze meiden hebben ze al veroverd. Ze zijn gewoon echt awesome. Ze zijn gewoon geweldig. Ik hou echt van ze. Ze zijn geweldig, echt, ja. Het is mijn verjaardag en ze zijn hier. En, oh, en ik zei tegen Harry, I love you. En hij zei tegen mij, I love you too, terug en zo. En het was zo leuk. De grote vraag is natuurlijk, zijn die jongens eigenlijk nog wel beschikbaar? I'm single. Me too. Yeah, I'm single as well. And I'm the only person with girlfriends.